Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it! Het is vandaag dinsdag en ik ga weer... Oei, ik word heel donker, sorry. Maar ik ga weer trekken naar kantoor. Echt mijn pinneke, I love you. Er is hier net een gigantisch pak aangekomen voor Niels met een fiets, denk ik. En ik heb dat mee moeten binnenzetten. Ik ga jullie even hier proberen zetten. Wat geen pretje was. Want geloof me, hoeveel te verder je komt in de zwangerschap, hoeveel te moeilijker dat precies allemaal wordt. Dat ligt aan mij. En word ik gewoon heel weak. Dat kan ook. Maar het was niet makkelijk. Oké. Het is gelukt. Het is er. Dan ga ik nog even mijn badjas meenemen. Want ik ga na kantoor met Celine nog een foto maken. Wel heel veel pijn aan mijn schouder vandaag weer. Maar oké. Het zal wel lukken. Oké, ik ga weer trekken. Maar nu ga ik pasta eten. Mijn saus zit van onder. Ik had dat al meer draait. En dan verder werken. We hebben een nieuwe aanwinst voor de gym. Alleen niet dat ik er momenteel veel aan heb, maar voor als ik bevallen ben. Een Echo Bike. Ik heb dus een nieuwe aanwinst in de gym. En het is een Echo Bike, hè? Echo Bike, en dat is zo. Hoe werkt dat weer? Opdrijvend met wind, hè? Nee, met. Ja, niet? Dat werkt toch zoals een ventilator? Nee, jij hebt mij dat verteld, jong. Jij hebt mij dat verteld. Oh, chic pose, schatje. Throw me like one of your French girls. Dan is het mijn plannen. Ja, oké. Oké, ja, Niels leest altijd bij alles, echt bij alles plannenken. Dat doe ik nooit. Afwasdingen die droog staan gevonden. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Oké. Ik zeg niks. Ik zeg niks. Ik zeg niks. Goed gedaan. Ja, ja. En ik ben ondertussen aan het koken. We hebben deze week weer HelloFresh. Ik bestel dat zo soms, zo een week of twee weken, als ik weet dat we druk hebben. En dan soms vergeet ik dat niet af. Vergeet ik dat om af te zeggen. Dus dat was deze week het geval. Ik ben dat vergeten af te zeggen. We hebben dit oyakodon met kippendij omelet en bosui, Japanse rijstbol, geserveerd met zoetzure dingen. Wat is dan oyakodon? Noemt dat gerecht zo of wat? Ja, oké. Maar dat is wat we gaan eten. En terwijl is Monika Geuze hier ook HelloFresh aan het maken op haar vlog. Dus we zijn samen aan het koken, hè. Ik en Monika. Besties for life. Maar vinden we het ook leuk hier? Niet slapen, hè. Niet sporten, niet slapen. Met denkt, ik ben al genoeg afgetraind. Ja, afgetraind zie je, ik blijf wel liggen. Die mag zo zijn. Ja, die vindt alles plezant. Is echt raar. Dat is echt de raarste kom, kat. Alles laat hij toe. En mijn pinneke. Oh. Fijn hè, dat je bij papa aan zo'n gym mocht komen. Hè. Ja, oeh, leuk. Het eten is klaar. Het is iets anders. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat smaken. Niels heeft heel veel omelet. Want ja, eieren zijn gains, hè, weet je. Ja, is goed gelukt. Niet was goed gelukt precies, hè, die omelet. Ja, ça va. Ik vind alleen dat ze wat wittig is. Maar dat is omdat ik nu onze eieren
Gewoon buin. Ja, maar dat moest zo wat opstijgen, hè? Dat is de bedoeling, hè? Ja, echt. Maar, ja. Dat is geen gewone omelet, hè? Dat is een gestoomd. Ja, ik ga nu ook hier zitten, omdat ik wel even op de bal. Maar ik ben, ja, hele gele eieren nu gewoon, hè. Onze eieren. Deze zijn van HelloFresh zelf en die zijn zo wit. En dit moet er ook nog bij, hè. Ook nog? Ja. Smakelijk. Smakelijk. Oké, sorry als je geblaf hoort, maar ik ben in de babykamer en de hond van hier tegenover is aan blaffen. Want er zijn mensen buiten. Maar ik sta dus in de babykamer omdat ik jullie nog een paar dingen wou laten zien. Morgen trouwens gaat er behangen worden. Mijn onkel Johnny gaat komen behangen. Super lief dat hij ons wil helpen. Want Niels en ik, ja, we gingen dat gewoon niet kunnen. En hier ligt het behang. Ik ga het nog niet laten zien. Dat zal voor een andere vlog zijn. Maar ik wou jullie wel even andere dingen laten zien. Kijk, even hierop zetten. Dan kan ik mij zetten. Oké. Even hier een beetje verplaatsen. Want ik weet niet als jullie mij goed zien. Maar een beetje toch. Ik had maar een paar deco-spulletjes besteld bij Deco Moda. Echt een super leuke webshop. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Ik word hier niet voor betaald of zo, maar ik vond het gewoon zo schattig dat ik jullie alles wou laten zien. Als eerste wou ik heel graag van die rotan spiegeltjes in de babykamer, maar niet gewone rotan spiegeltjes. Ik wou iets speciaals, ik wist zelf niet juist wat, maar aangezien ons thema jungle is, heb ik deze. Jullie gaan waarschijnlijk de camera er ergens zien. Daar. Hey. Dus deze spiegeltjes had ik van Deco Moda. Dit is een beertje en dit is een konijntje. Ik vind die echt super schattig. En ik heb nog een derde. En dat is een katje. Ik ga de snorharen niet allemaal uitplooien, want dat ga ik door Niels laten doen. Maar die heeft snorharen, want ik heb niet heel veel geduld daarvoor om dat zelf te doen. En ik heb schrik dat ik ze dan kapot maak. Maar dat heeft dus snorhaartjes. Super schattig. Ik zal proberen als je het zo'n beetje gaat kunnen zien. Wacht, hè. Op deze manier misschien. Dan zien jullie wat beter hoe het is. Ik weet niet als je het goed ziet, maar hier. Super cute. Ja, deze moet ik nog uitplooien. Dat is super schattig. Een katje. Echt super cute. Dus dat zijn mijn drie spiegeltjes die ik heb. Die wil ik daar waarschijnlijk aan die muur gaan hangen bij de verzorgingstafel. Maar we zullen zien hoe dat, ja, gaat zijn. Of misschien is dat daar mooier. Dat weet ik nog niet precies. Dan ook nog van Deco Moda heb ik een verzorgingsmand. Iedereen kent wel verzorgingskussens voor op de verzorgingstafel. Maar voor in zijn kamertje wou ik iets anders, iets specialer en graag iets in jutte. Dus ik heb het perfecte item gevonden, zal ik zeggen. Het perfecte ding. En dat is deze. Ik weet niet of jullie het goed zien. Maar het ziet er dus zo uit. Dit is langs boven. En er ligt dus een verzorgingsmatrasje in. Ja, er zit een plastic rond, maar dan ga ik er nog niet afdoen. Daar wacht ik nog even mee. En er hangt kattenhaar op. Ik zie het hier allemaal vliegen. Want Milky en Muffin hebben hier al ingelegen. Dat stond eerst onder. Dat heeft 3 of 4 dagen daar gestaan omdat Milky er constant ging inleggen. En ik vond het zo zielig om dat weg te halen. Maar dit is dus een verzorgingsmandje. Hier kunt je dus je kindje inleggen, luier verversen en zo. Hier kan je dat ook niet afrollen. Ik vond het echt super tof. En voor op het matrasje zijn er dus beschermhoezen. En dit is eentje van de twee die ik heb.
Dit is een witte met beige bolletjes, zoals je kunt zien. Vind ik heel cute, past ook weer perfect. En dan heb ik nog een heel schattige gekozen. En dat is deze. Met schildpadjes en zeediertjes. Visjes en zo. Dus deze kan er ook. Ik zal die er even over doen. Moet die toch allebei natuurlijk nog wassen voor als het zo ver is. Als onze babykant. Nog pen. Als jullie deze vlag zien, 19 weken en 4 dagen, denk ik. Dus bijna 20 weken, bijna in de helft. Ik weet het. Tot nu toe voel ik me wel oké met kleine dingetjes. Maar ja, ik zal elke zwangere vrouw wel hebben. Maar dit is dus deze hoes. Ik zal het ook nog eens in het mandje laten zien. Het is echt toch gewoon te mooi. Echt, I love it. Echt perfect. Super mooi. Ik vind het echt heel mooi. Ja, ik ben echt fan. Ik ben echt fan van de webshop Deco Moda. Nog eens niet gesponsord. Maar ik weet dat er veel zwangere vrouwen zijn momenteel. En er wordt heel veel op mijn Instagram gevraagd van oh, en waar koop je dit? Of inspiratie voor dit? Bla bla bla. Dus ja, dan denk ik gewoon aan mezelf waarom het niet delen. Dat is fijn voor jullie ook. En zo krijgen jullie ook gewoon meer ideetjes. Dus ik wou jullie dat heel graag laten zien. Voor de rest zal ik nog even een kleine update doen. Dus ik ben bijna 20 weken. Bijna aan de helft. Zot. Dat we al bijna aan de helft zitten. Dan is het nog ja, een kleine 5 maanden. Mijn datum is verplaatst. Dat, ik denk dat ik dat al heb gezegd. Maar in plaats van 25 december is nu mijn uitgerekende datum 20 december. Omdat ik op al mijn echo's best voorloop. Zelfs nog iets meer eigenlijk. Maar ze zeiden we gaan gewoon 5 dagen vroeger zetten. En dan zullen we zien. Dus de kans is groot dat het dan nog iets vroeger is. Maar you never know. Zullen zien. Trouwens, mijn vriendin Charlotte is gisteren bevallen. Charlotte en Claudia zijn papa en mama geworden. Mijn hart, echt. Oh, als jullie dat willen zien of zo. En de naam van hun baby girl en zo, ga dan naar hun Instagram. Instagram van Charlotte, Charlotte Kleren. Maar jullie zullen dat waarschijnlijk wel bij mij op Instagram gezien hebben, want ik had ze gedeeld. Als ik zo vieren ben op hun, echt super leuk. Het is hun zo hard gegund. En als ik dat dan zie, dan kijk ik er zo nog meer naar uit om ook ons kindje te ontmoeten, ons jongetje. Maar natuurlijk moet het voorlopig nog goed groeien. Maar alles gaat voor de rest wel goed. Ik heb geen last meer van misselijkheid, gelukkig. Ik heb last van mijn schouder, maar dat kan dus voorkomen bij zwangere vrouwen. Er zijn er nog die dat hebben. Een soort, dat wordt eigenlijk zo, zet zich dat ook een beetje. Wat je houding verandert en je buik meer naar voren duwt. En meer met zo'n bolle rug gaat lopen. En daarom kan het zijn dat er ontstekingen komen of een zenuw die gekneld zit en zo. Daar heb ik dus last van. Maar Claudio helpt mij, die is kinesist. Maar nu is hij natuurlijk een week, denk ik, uit. Want die papa is geworden, maar oké. Dat is niet zo erg. We gaan daar volgende week of zo terug werk van maken. En voor de rest, ja, mijn buik misschien. Buik groeit best goed. Ik ga even hier op mij op dat kussen zetten. Dat is makkelijk. Ik kan met mijn kleren erop zitten. Maar de buik groeit goed, as you can see. Nu is het wel avond. Het is, hoe laat is het? Ik denk al 8 uur. Dus ik heb de hele dag gegeten en het doet wel heel veel. Want 's ochtends is het echt een pak minder dan 's avonds. Maar dit is dus mijn buik op 19 weken en een half. Langs voor. En langs opzij. Ja, je ziet misschien wel dingen. Toch in mijn blouse. Maar oké, that's life. Maar dit is dus mijn buik. Je ziet ook dat mijn navel echt heel hard begint uit te puilen. Maar ik heb altijd al zo wel een
balkensnavel gehad en nooit een navel echt er zo in. Dus dat was ook wel te denken. Maar dat was ook niet erg. Milky, niet zo krabben. Dat hoort er allemaal bij. Ik vind het wel fijn om een buikje te hebben. Ik vind het wel heel tof. Er kwamen ook heel veel vragen als ik hem al voel. Ik moet zeggen dat ik een week geleden hem best wel wat voelde. Allee, s'avonds als ik rustig werd. En deze week is het iets minder terug. Maar ook zo s'avonds als ik in bed lig, dan voel ik hem wel. Vaag, niet hard nog niet. Maar dat komt nog wel, want het is het eerste kindje. Dus dat is vaak rond 20 weken pas dat je dat echt zo goed voelt. Dus dat zal wel komen, maar ik voel hem al een beetje. Maar niet fel. Dus ja. Maar oké, dat komt allemaal wel. Voor de rest zijn we volop bezig met de babykamer. Dat we dat klaar kunnen maken. Ik zou dat toch wel zo graag afvullen voor het derde trimester. Dat ik mijn derde trimester alleen nog zo moet focussen op de verzorgingstafel, de kleertjes wassen. Al die dingetjes, al zo de kleine spulletjes klaarmaken. Flesjes en zo van die dingen. Allee, flesjes die ik nodig heb. Ik wil borstvoeding geven, maar we zullen zien als dat gaat. Maar de flesjes die daarna erbij of zo misschien nodig zijn. Dat ik zo kleine dingetjes moet doen. En dan ja, tegen het einde mijn vluchttas, mijn vluchtkoffer en zo maken. Maar dat nog zo kleine dingen zijn, zoals decoreren en niet meer te veel. Dat ik in het derde trimester eigenlijk rust heb. Dat alles klaar is voor als hem komt. Dus dat wil ik wel proberen. En ja, dat is het. Dat is mijn update. Dat is alles wat ik erover te zeggen heb, denk ik. Mocht jullie nog vragen hebben of zo, mocht het mij altijd vragen. Momenteel pas ik dus ook wel nog bepaalde shorten en zo, zoals je kunt zien. Mijn jeansbroeken passen niet meer. Maar dat heb ik al van het begin niet meer, gewoon omdat dat heel onaangenaam is. Kleedjes passen nog in een medium. En dan, ja, voor de rest draag ik leggings en zo als het niet zo mooi weer is. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Dat mis ik wel het meeste, denk ik. Om zo, ik ben nooit echt een kleedjesmeisje geweest, kleedjesvrouw geweest. Ik draag het liefst altijd een jeans met een topje of zo. En ja, dan mis ik wel dat ik mijn jeansbroeken niet meer kan dragen nu. Allee, je kunt wel zwangerschapsbroeken. Ik heb er trouwens besteld. Dus ik hoop dat die goed gaan zijn. Ik heb er ene van Zalando. En die heb ik ook eigenlijk nog niet aangedaan. Dat zit toch anders. En wat ik nog mis is, nu begint dat zo wel, is zo'n glaasje wijn. Ja, het is toch al lang geleden. Dus dat mis ik wel. Maar it's all good en ik heb het er allemaal voor over. Dus het kan ook gestolen worden eigenlijk momenteel. Maar toch, dat zijn zo de dingen dat ik denk. Dan kijk ik wel terug naar uit voor daarna. Maar ja, dat zullen we zien. Want ik ga ook natuurlijk borstvoeding geven. Maar oké, mijn rant is lang genoeg. Ik ga de vlog afsluiten hier. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En dan zie ik jullie in de volgende video weer.